Ja, Kevin Strootman, waar die wedstrijd tegen Japan dat gelijke spel qua gevoel misschien wel richting een nederlaag ging. Voelt dit gelijkspel misschien een klein beetje als een overwinning? Dat gaat wel meer die kant op dan na de wedstrijd tegen Japan, dat is zo. En, natuurlijk wil je vooraf weer zo'n wedstrijd winnen. Alleen speel met een heel ander elftal weer. Wat blessuregevallen en zeker niet van de minste spelers. En dan weet je dat het lastig wordt, zeker als je met 10 man komt te staan. Maar we hebben gewoon goed verdedigd, de organisatie stond goed, geen kans weggegeven. En zelf heb je wat kleine mogelijkheden gecreëerd. En natuurlijk hoopt het publiek op een leukere wedstrijd, wel meer aanvallend. Alleen dan moeten ze ook snappen, en dat snappen ze denk ik ook, dat het dan wat lastiger wordt tegen zo'n tegenstander. Ja, het duel waar vooraf naar werd uitgekeken was dat tussen Falcao en een debutant in het centrum, Veldman. Nou, Vlaar daar ook bij, die hebben die Falcao toch wel redelijk in de zak gehad. Ja, hebben niet gescoord en daar gaat het uiteindelijk om. Het heette een vriendschappelijke wedstrijd te zijn, dat was bij Vlagen ver te zoeken. Ja, dat is zo. En natuurlijk, kijk, je wil ook niet dat het zo'n gezapige wedstrijd wordt. Dat is voor niemand goed en dan kan je hem net zo goed niet spelen. Alleen als je zo'n overtreding op Rafael ziet, die nu misschien competitiewedstrijden moet missen, dan is dat zonde. Natuurlijk kan er hard gespeeld worden. Alleen zoiets, ja, dat hoort er eigenlijk niet bij, maar je ziet dat gebeurt. Lens krijgt rood aan de kant van Oranje. Zijn zij dan slimmer in dat spel? Nee, ik denk niet dat er veel mee heeft te maken. Kijk, ik heb de beelden zelf niet gezien. Maar ja, Jermaine weet zelf dat hij fout zit. Alleen slimmer in het spel, dat weet ik niet. Want de scheids kan ook een rode kaart geven voor die overtreding van achter. En dan zijn ze weer dommer. Dus dat weet ik niet. Colombia werd natuurlijk ook vooraf aangekondigd als een tegenstander van formaat. Hoe zijn jullie wat dat betreft door deze wedstrijd heen gekomen in jouw ogen? Ik denk dat je het hebt gezien. We zijn wat compacter gaan spelen. Zeker na de wedstrijd tegen Japan. Dan zien we dat we gewoon moeite hebben als de ruimtes te groot worden. En we zijn weer teruggegaan naar de basis. Dat is belangrijk, ook met veel nieuwe jongens. Alleen iedereen weet wat er moet gebeuren op die posities. En in de wedstrijd moesten we ook al 3 keer wisselen. Ja, en dan de jongens die erin komen doen het ook. En dat geeft wel een goed gevoel. Gelegenheidsspits ver. Ja, maar die heeft eigenlijk heel de week op die positie getraind. En eigenlijk voor als we achterkomen dat hij er voorin bij kan. Alleen nu was het eerder nodig. En dat heeft hij uitstekend ingevuld. In de lucht is hij heel sterk, bal vast. Ja, had bijna nog kunnen scoren. Het duurt even voordat jullie als Nederlands elftal weer bij elkaar komen. Met welk gevoel gaan jullie na deze 2 wedstrijden uit elkaar? Wel een goed gevoel na deze wedstrijd zeker. En natuurlijk vooraf wil je een betere resultaat neerzetten. Wil je minimaal van deze 2 oefenwedstrijden 1 keer winnen of 2 keer. En alleen, zeker vandaag. Kijk, dan wordt het gewoon lastig als je met 10 man komt te staan. We hebben bijna geen kans weggegeven. En dat is het grootste compliment. Het is wel belangrijk om dat met een goed gevoel af te sluiten. Dat is ook zo. Je ziet elkaar een lange periode niet. En daarna heb je nog 1 wedstrijd. En dan begint eigenlijk de voorbereiding op het WK. En dus nu gaat iedereen zich op de club richten. Tot slot, we hebben vandaag de ploegen gezien die zich gaan voegen op dat WK. Portugal bijvoorbeeld is erbij, Frankrijk. Gaat het dan ook een beetje kriebelen bij jou? Tuurlijk, je hebt er heel veel zin in. En, alleen nu is het gewoon belangrijk voor iedereen om bij de club goed te presteren. En om mee te gaan naar het WK. En dat is het belangrijkste. En wie er gaat loten, dat zullen we zien 6 december. Alleen ja, je weet dat het sowieso lastig gaat worden.